Het begon allemaal met dit boek. Harry Potter en de Steen der Wijzen. Of eigenlijk dit boek, het origineel in het Engels. Harry Potter and the Philosopher's Stone. Een verhaal waarin tovenaars en heksen niet de bad guys zijn, maar juist de helden. Nou ja, de meeste dan. Daarna zijn er nog 6 delen bijgekomen. En inmiddels is het wereldwijd de succesvolste en meest verkochte boekenserie aller tijden. Alle boeken zijn inmiddels verfilmd. Er zijn nieuwe films bijgekomen, gebaseerd op de tovenaarswereld. Er zijn tientallen games gemaakt. En een toneelstuk. En dit jaar ga je er nog veel meer over horen. Want het eerste boek kwam 25 jaar geleden uit. Een belangrijke verjaardag dus voor de serie. Laatst kwamen de acteurs uit de film samen om herinneringen op te halen. En binnenkort komt er een nieuwe Fantastic Beasts film uit. En de videogame Hogwarts Legacy, waarin je zelf een tovenaarsleerling bent. Ja, en dan te bedenken dat mensen vroeger heel anders keken naar magie. Toen dachten ze dat tovenarij echt bestond. En als iemand een zogenaamde heks of tovenaar was, dan moest hij de gevangenis in of erger. En nu? Nou, veel mensen, ik ook, zouden wel zo'n bliksemschicht op hun voorhoofd willen. Dit is Uitgezocht, een serie van het Jeugdjournaal waarin we altijd 1 ding voor je uitzoeken. Deze keer over Harry Potter. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ja, dat is een van de bekendste toverspreuken. Ik heb mijn eigen bedacht. Geven Jim Fledi. Klinkt een beetje suf, maar als je die letters door elkaar husselt, dan kun je er een Nederlandse zin van maken. Weet jij welke? Laat het weten in de comments en als je het goed hebt, krijg je van ons een hartje. Zo'n door elkaar gehusselde zin of woord noem je trouwens een anagram. Potterfans kennen dat wel. Ook al heb je de boeken niet gelezen of de films niet gezien, iedereen kent Harry Potter. Ja, wie nu nog niet weet wie Harry Potter is, die loopt echt met zijn ogen in zijn broekzak. Hij zit op Zwijnstein, de hogeschool voor hekserij en hocus-pocus, waar kinderen leren om te toveren. Meisjes worden opgeleid tot heksen en jongens tot tovenaars. Harry Potter is al 25 jaar wereldberoemd. Hij zei in Groot-Brittannië om de Harry Potter boeken. Honderden Harry Potter fans in China stonden vandaag uren in de rij. I'm a huge Harry fan. Brillenwinkels en brillenbedenkers hopen dat alle brildragende kinderen een Harry Potter-achtige bril willen gaan dragen. Oh, leuk. Ik zal wel eens zitten. Het is dieven gelukt om deel 6, het nieuwste deel, te stelen. Vind Harry Potter ook wel leuk? Magiet, die vind ik ook wel geinig. Harry Potter dekbedden, Harry Potter schriften. Van mij mag er wel 17 delen komen. Harry Potter ruilkaarten. Harry Potter snoepjes. De boeken vliegen over de toonbank. De vraag is of Harry Potter snel uit onze herinnering verdwijnt. Of een blijvertje is. Wat maakt Harry Potter nou zo geliefd over de hele wereld? Vanessa Joze is kinderboekenprofessor. Ja, dat bestaat echt. En volgens haar komt het onder andere doordat de schrijfster van de boeken, J.K. Rowling, iets slims heeft gedaan. Zo heeft J.K. Rowling een beetje gejat uit andere verhalen, zou je kunnen zeggen. En daar doet ze haar eigen ding mee. Dus Harry Potter groeit op bij zijn oom en tante. En hij moet daar allerlei smerige klusjes doen, moet in de bezemkast slapen enzovoort. Dus dat doet een beetje denken aan Assepoester. En zo zijn er heel veel voorbeelden, hè? Dat geeft J.K. Rowling ook toe. Zo haalde ze ooit inspiratie uit Narnia, een boekenserie van een andere schrijver. In dat verhaal bereik je de magische wereld met een kledingkast, een schilderij en een treinstation. In Harry Potter heb je ook zoiets, het verborgen perron 9¾, waarop je alleen kunt komen via een onzichtbare doorgang in een muur. Magisch gejat uit Narnia dus. Een ander voorbeeld is Pleisje, de driekoppige hond. Dat is een figuur die al gebruikt werd in de Griekse mythologie zelfs. En daar bewaakt die driekoppige hond de onderwereld.
Denk ook aan professor Perkamentus bijvoorbeeld. Die doet een beetje denken aan Merlijn de Tovenaar of Gandalf uit The Lord of the Rings. Ook weer personages die al bestonden, maar J.K. Rowling maakt daar handig gebruik van voor haar eigen verhaal. Ja, zoals de heksen in Harry Potter, Hermeline en professor Anderling bijvoorbeeld. That's correct. Terwijl heksen in de meeste verhalen juist de slechterikken zijn. Ze zien er eng uit en als ze lachen krijg je er de bibbers van. Dat griezelige beeld van heksen ontstond honderden jaren geleden. Toen snapten mensen weinig van dingen als natuurrampen, mislukte oogsten en gevaarlijke ziektes. Volgens de kerk was het de schuld van heksen die voor de duivel werkten. Onzin natuurlijk, maar veel mensen geloofden het en werden aangemoedigd om heksen op te sporen. Daarvoor konden ze gebruik maken van het Maleus Maleficarum. En nee, dat is geen toverspreuk, maar een boek wat je nog steeds kunt vinden trouwens. In dat boek staat hoe je een heks kunt herkennen. Ze zouden kinderen opeten en kunnen vliegen op een stok of een stoel. Als mensen dachten dat iemand een heks was, dan liep het niet goed met die persoon af. De zogenaamde heks kon in de gevangenis belanden of zelfs vermoord worden. Slachtoffers werden vastgebonden in het water gegooid of op een brandstapel. Tienduizenden onschuldige mensen, vaak vrouwen, maar ook mannen, werden gedood omdat ze een heks zouden zijn. Langzaam gingen wel steeds minder mensen in die onzinverhalen geloven. En zo'n 250 jaar geleden stopte het voorgoed. Er kwam een einde aan de heksenjacht. Gelukkig maar, want ja, heksen bestaan niet. Behalve in sprookjes natuurlijk. En als je een beetje fantasie hebt, dan is daar alles mogelijk. Zoals van een enge heks een held of heldin maken, moet J.K. Rowling gedacht hebben. Ze was niet de eerste die dat deed. I am a witch. I'm Glinda, the witch of the north. I've never heard of a beautiful witch before. Only bad witches are ugly. In boeken, tv-series en films zijn door de jaren heen toverende mensen steeds vaker goedzakken in plaats van slechterikken. A secret weapon. Harry Potter toont eigenlijk dat figuren als heksen en tovenaars helemaal niet angstaanjagend hoeven te zijn, maar dat je goede en slechte heksen hebt. En belangrijk ook dat je een heks of tovenaar kan zijn zonder dat je het zelf weet. Harry die weet niet eens dat hij zo bijzonder is. Hij komt dat pas te weten op zijn 11e verjaardag. You're a wizard, Harry. En dat spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Je kan zelf gaan fantaseren, misschien ben ik ook wel zo bijzonder als Harry Potter. En dat is goed te merken, want sommige mensen vinden de magische wereld van Harry Potter zo leuk dat ze willen dat het echt is. Ik wacht nog steeds tot ik 11 word, want dan krijg ik misschien een brief van Zwijnstein dat ik daarheen mag komen. En dat hoop ik eigenlijk wel, maar ik denk het niet. Zwerkbal, de sport met de bezemsteel, wordt in het echt gedaan. Er zijn teams in verschillende landen, ook in Nederland, en er zijn zelfs wereldkampioenschappen. En al kunnen de spelers niet vliegen, toch houden ze een bezemsteel of stok tussen hun benen. Tja, want dan voel je je toch een beetje een tovenaar. We weten dat het er grappig uitziet, maar als je het zelf speelt, dan heb je dat al lang al niet meer door. En ook het eten en drinken uit Harry Potter wordt nagemaakt. Oh my god, it works! It actually works! Daarnaast zijn er genoeg plekken waar fans even kunnen doen alsof ze zelf op Zwijnstein zitten. Van echte oude kastelen die lijken op de toverschool, tot Harry Potter pretparken. En binnenkort openen er ook een paar Harry Potter winkels in Nederland, waar je allerlei spullen kunt kopen. The wands range in price from 35 to 26 pounds. Maar helaas, één ding zullen die fans nooit kunnen. Vliegen op een bezemsteel. Dat kan alleen in de films of als je bij het Jeugdjournaal werkt. Later! Wow.
Ja? Ja. Top.